Dag mensen, we zijn vandaag op stap geweest door Veendam en Wildervank. Op kerstmarkt en zo's. We staan nu op dit moment in de Paarzicht. De jaarsluiting van Bokdijk. Wil je meer weten? Bekijk deze film. Want we komen ook een bekende Veendammer tegen met een onroerend parool. We staan bij de Margaretha Hardenberg kerk en op dit moment wordt er een kerstmarkt gehouden en wij gaan eens een kijkje nemen. Why the blessed Lord is gonna calm the tide. We're gonna walk this road to glory. My children, my Lord and I. Mensen, we zitten in de Hardenberg kerk. Hardenberg cultuurcentrum tegenwoordig. Cultuurcentrum. En naast me zit Harry, de man die alles heeft geregeld om dit voor de komende twee dagen voor de kamer te krijgen. Ik ben officieel ben ik voorzitter van de stichting, Stichting Wildervang Wildervang. Die heeft dus de kerk in eigendom, zeg maar. Dat is net in deze maand precies 10 jaar geleden. En eigenlijk ben ik ook direct het eerste jaar begonnen met het opzetten van een kerstmarkt. Dus het is eigenlijk al 10 jaar dat we nou de kerstmarkt hebben. En elk jaar een beetje stijgende lijn, zeg maar. Ik word ook al bekender en kijk, het voordeel hier is, ziet men onderdak. Oud het weer ook is, oud slecht het weer ook is, zie ik niet onderdak weten. Ja. En net schouw met een beetje muziek te bieden, kun je mooi aan een stamtol een balletje gehakt eten en een glaasje kluwijn drinken. Dus ik ben er heel trots op, zo we dit hier van de grond brengen. Ja. Dus het is de tweede dag. En hoe is de twee dagen verlopen dit jaar? Het was gisteren gewoon lekker gezellig drok. En als ik nou vanmiddag ook kijk, vergeleken met vorige jaren, zou ik zeggen van elk jaar zit er een lichte stijging in. En nou ja, het gaat natuurlijk ook vooral om de gezelligheid. Ja. Hè? Want er zijn kroonmolders bij, vorig jaar ook, en nou vrijwel niks verkocht. Die zeggen, maar volgend jaar werkt er wel weer. Hè? Nou, het is hartstikke gezellig, hoor. Ja. Nou ja, en doorduk het voor. Prima. Hè? Voor de gemeenschap hier in Durp. En wat ik wel graag kwijt wil, is dat men altijd dol is op mijn snet en mijn boontjesoep. En dat maak ik altijd zelf. En dat gaat als een speer. Nou, dan gaan we dat straks in proberen. Mooi, zeker dan. Ja, dus. Dus leuk om te horen, leuk om je te spreken. En dan komt volgend jaar wel een keer in zo. Dat hoop ik wel. Nagellaak en kerstmarkt. Leg mij daar eens uit. Nou, een keertje wat anders. En mensen willen natuurlijk de nagels ook altijd netjes hebben met kerst. En dan zijn ze netjes. Kunnen ze weer mooi aan tafel zitten met de familie. Met mooie nagels natuurlijk. Je bent zelfstandig uit Veendam, Wildervang of zo? Ja, uit Veendam ben ik. Ik ben nagelzuster Madelief. En mijn salon zit in Veendam. Oké. Ja. En heb je afgelopen dagen druk gehad of valt mee? Ja, gisteren was het hartstikke druk. En gisteren was het natuurlijk ook 's avonds. Ja. En vandaag ook. Leuke animo. Ja, iedereen vindt het leuk. Dus je hebt genoten en volgend jaar hier weer of niet? Denk ik wel. Zodra ik tijd heb en ik weet wanneer de datums zijn, dan ben ik sowieso vrijgepland. Nou, ik vind het gezellig. De biermaker uit Wildervank. Ja, de bierbrouwer uit Wildervank. Bierbrouwer. Ja. Hoe gaat het? Je bent al een jaar bezig voor mij, of 2 jaar? Ja, vanaf 2014, augustus. En? Het is in principe nieuw voor jou, hè? Je was vroeger chauffeur, heb ik een beetje begrepen. Ja. En toen ben je hier mee begonnen. Ja, ik kwam bij Juze, de WW, dus dan moet je wel wat. Dan zeggen ze van de UWV, van als je dat wat voor jezelf kunt vinden, dan moet je dat doen. Nou, en dit is tijd er nou dus al in de tijd, zeg maar. Maar het was van nu af 2014, maar daarvoor was ik ook wel al aan het brouwen, hobbymatig. Ja. Maar ben je een beetje tevreden hoe het loopt? Ja. Ja, vooral, het gaat eigenlijk wel goed. Ik had er eens een baantje bij, maar die heb ik niet meer. Zo. En hoe is het de afgelopen 2 dagen hier gegaan op de markt dan? Ook heel goed. Ja? Ja. Dus. Boven verwachting. Ik had daar nooit van verwacht dat zo zou gaan. Nou. Nee, zeg. Moet je wel proeven trouwens? Op je met auto? Hij is de Bob. Dus ik ga even proeven. Dat vind ik wel ook wel lekker. Ja, oké. Okay. Ik heb nog een flesje, die maakt nog helemaal leeg. Ja. De mensen willen nou wel gewoon een beetje proeven, hè? Het is donker bier, had ik dat goed bekijken. Ja, het is een smoking imperial stout. Er zit een rookmoutje bij. Ja. Nou Gerard, jij vult mij hem lekker. Maar wij gaan er even lekker van genieten. Dus.
Oh, moet je daar maar maar zien kijken, joh. Heerlijk. Ik weet niet of je daar lust aan, met een rookmoutje erin, maar... Ja, totaal wat anders dan dat standaard bier, ja, hè? Natuurlijk, ja. Ja, dus hoeveel smaak heb je eigenlijk wel? Hier heb ik 6. Maar ik ben nou ook voor Wilm van Kepen en zo, en voor Gieten van Slieter. Ik heb er niet iedereen bij, nou helemaal zo komen, ik zeg verder geen naam. En voor Dinges brouw ik een bier, voor in Haarden, voor de Mitra en de Pintelier. Die heb ik trouwens klaar, ik weet niet hoe mijn telefoon is, dan kan ik jullie hem laten zien, dan kun je reclame maken, zeg maar. Want ik kreeg vanochtend al weer een kraftbier is, nou, daar brouw ik ook voor. Hoe was de dag? Geweldig. Moet ik doorspelen? Wat doen jullie hier allemaal? Vooral muziek maken. En wat is... Jozef en Maria staan hier achter. Het is een teken van het Dickensfestijn. Met allemaal Dickensfiguren. En dat is heel gezellig met elkaar. Ziet er ook gezellig uit. Dacht ik, hè? Ik ben een soort zwervertje die met die muziek maakt om geld te verdienen. En ja, dat vind ik heel leuk om te doen. En we hebben ook al wat opgehaald. Een paar euro. Thomas, hey. Nou, volgens mij kan ik geen vriendje worden met Hezeltje. Maar misschien met dit geitje. Maar we gaan hem naar iemand anders toe, want die kan iets vertellen van deze dag. Hoe de dag is verlopen. Goeiedag. Hoi. Lange dag? Wel een gezellige dag. Gezellige dag. Geen lange dag, maar een gezellige dag. Hoe is de dag verlopen? Wat jij tenminste gezien hebt toen je in de stal stond. Toen wij hier, we hebben hier dus de hele dag hebben we hier gestaan. En het was gewoon hartstikke gezellig. Iedereen maakt een foto van je. En dat krijg je hier gewoon. En de kindertjes komen hier even naar binnen toe. Even de beesten even aaien. Dus het was best gezellig. Ja, en vooral voor mij, de stal, de levende stal, is wel uniek voor mij. Ja. Dat trekt mensen volgens mij. Ja, dat klopt. Iedereen die komt even kijken. En dan gewoon gezellig. Nou. Dus even met z'n allen op de foto. Dat hou je gewoon. Ja, nou. En als er mensen maar komen en wat leuks kopen, dan is dat altijd mooi, toch? Ja, zeker weten. Dus. Zeg, het is geweldig. We gaan nog even verder rondkijken. Is goed. Ja, bedankt. Ja, oké. Hey Gerard, dit is wel weer leuk geweest met jou, hoor. Man, oh man, oh man. Hebben we nou al een foto gemaakt of niet? Het is kerstperiode, vele kerstmarkten, zoals jullie hebben kunnen zien. Maar ja, daar hoort ook een kerstboom bij. We staan bij een bekende bouwmarkt en we gaan eens even kijken hoe het met de verkoop ging met de kerstbomen. Goeiedag. Goeiedag. Volgens mij ben je al een paar dagen druk bezig om kerstbomen te verkopen. Daar zijn we zeker druk mee bezig, ja. Het loopt als een trein. Het is zaterdag, bijna einde van de dag. En hoe was de dag verlopen? Druk of... Nou, ik ben om 1 uur ben ik hier gekomen. Nou, heb ik denk 3 uur lang hebben we echt rete druk gehad. Mensen die aan een stuk doorkwamen. En de kerstboom erdoor gooien, de kerstboompjes bekijken. Dus we waren er mooi druk mee bezig. En wat is de favoriete kerstboom voor de Veenammers? Nou, ik denk dat we de twee kleinste kerstbomen, die zitten tussen de 1,25 en de 1,75, dat die het hardste doorgaan. En wat verwacht je de komende dagen nog? Morgen ook nog druk? Of zijn ik denk dat het ook nog echt nog wel druk wordt. Op zondag zijn we ook nog van 12 tot 5 open, dus dan kunnen mensen nog rustig een kerstboompje komen uitzoeken. Oké. Okay. Hey, ik wens je veel succes met de verkoop. Dankjewel. Het is erg koud om eerlijk te weten. Ja, okay. Maar we houden het vol. Oké. Okay. Bas, ja. Durf je dit aan?
Rond zijn hem ongebruikt. Ja. Jij staat maar ja, zo allemaal voor het goede doel, hè? Vertel eens wel over het goede doel. Want ja, ik zie je, ja, ik ben dit niet gewend, dus vertel eens wat het goede doel is. Samenloop voor Hoop, dat is volgend jaar 2 en 3 juni in de Blauwe Stad in het Oldams lopen wij dus voor het kankerbestrijding. En dat is een 24 uur estafette waar dus verschillende teams aan meedoen en wij doen mee met het Love Lee team. Voor mij is dat helemaal nieuw, want dus er is vast en zeker een reden voor jou geweest om dit te doen. Ja, dat is natuurlijk een privé. Als het niet wil, dan doen we het niet hoor. Nee, wel. Nou ja, wij hebben vorig jaar meegedaan in Hoge Zand. En toen heeft mijn dochter nog meegelopen. En volgend jaar lopen we dus zonder mijn dochter in Winschoten. En daarom doen we mee. Oké, best. Zwaar vooral. Ja, nee, maar daar doen we voor het goede doel. En dan, en iedereen die heeft natuurlijk zijn eigen verhaal erbij. En wij hebben ons verhaal erbij. En daarom staan we onder andere op de kerstmarkt. Nou, ik vind het geweldig, Bas. Ja. Carnaval. Ja, hallo. Goeiedag. Goeiedag. Je bent voor het eerst dit jaar Prins Carnaval nu, een beetje begrepen. Dat is altijd zo. Hè. Er is altijd iemand voor het eerst Prins Carnaval. Dus wij kiezen de helft van de helft, dan wordt de prins gekozen. En de leden van de Raad van de Helft hebben allemaal hun stem uitgebracht. En dit jaar ben ik het geworden. En waarom zijn jullie als carnavalvereniging hier aanwezig op deze kerstmarkt? Nou, de carnavalsvereniging probeert ook wat voor de gemeenschap te doen. En wij delen nu allemaal kerststerren uit, gratis, gesponsord door ons, aan alle dames die hier op de kerstmarkt zich vertonen. Dus vanaf de 11e tot de 11e, tot aan het carnavalsfeest, doen wij allerlei acties om voor de dorpsgenoten wat leuke dingen te doen. En mag je al verklappen wat wij volgend jaar van jullie mogen verwachten? Of wil je dat nog even nog niet zoveel verklappen? Nou, in ieder geval kan ik zeggen dat er een activiteit voor de jeugd is. We gaan een fietstocht organiseren voor de jeugd. En we gaan ook iets voor de ouderen organiseren. En vervolgens gaan we een feestavond organiseren op de 10e februari in de Steinkroeg in Ommelanderwijk. En wat er voor de rest allemaal nog gebeurt, dat is wel geheim. Ja. Okay. Ik wens je nog een prettige avond. Dat gaat helemaal lukken. Okay, dankjewel. Vrolijk kerstfeest allemaal! Goeiedag, kerstman. Dag. Welkom in Nederland. Ja, dank u wel. En heeft u een beetje naar uw zin hier zo op deze kerstmarkt? Ik heb een hartstikke naar mijn zin. Ik moet het zeggen, het is hier wel warmer vanaf de Noordpool, maar het is heerlijk. Heerlijk, ja. Ik heb maar één vraag van u. Nou. Heeft u voor dit jaar ook een boodschap voor ons? Ja, er is maar één boodschap. Vrede en liefde voor iedereen, hè. Vrede en liefde. Dat is het allerbelangrijkste. Prima. Ja, en verdraagzaamheid, dat is ook belangrijk. Ja. Hè? Ik wens je nog een prettige avond. Die dank ook. U wel. We zijn nu op bezoek in de grote kerk in Wildervank. En naast mij staat Jamir. En die gaan ons even vertellen wat de mensen hier vanavond te zien krijgen. Ja, vanavond hebben we een mooi sfeervol concert met Lucas Kramer en Joan Pearl. En die gaan eigenlijk zeg maar, de hele kerstverhaal gaan ze bezingen. En daar gaan we gewoon van genieten. Dus eigenlijk wordt een hele kerstverhaal vanavond hier verteld, in muzikaal begeleid. Dus dat wordt de zaal is ook wel goed gevuld, zie ik. Ja, inderdaad. Ja, er zijn al een aantal mensen aanwezig.
Dus het wordt wel gezellig. Dat wordt een gezellige avond. De opstelling is leuk. Kun je mij nog meer vertellen wat de komende weken met de kerst in deze grote kerk kunnen verwachten? Ja, nou, we hebben 15 december een orgelconcert wat we hier gaan houden. En 17 december hebben we een familiekerstdiner. Dus dan is ook iedereen welkom. En dan met de 24e en de 25e hebben we zondagochtend en maandagochtend om 9:30 kerk. Nou, ik word gezellig met de kerstdagen en zo. Dat proberen we wel van te maken, ja. En ik wens jullie een hele mooie avond. Mary, did you know? That your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? You've kissed the face of God. Mag ik een hartelijk applaus voor Brilio? Ja, vandaag veel kerstmarkten, maar er zijn ook organisaties die hebben een jaarafsluiting of het einde van het jaar gaan ze een feestje vieren. En dat is een organisatie die doet dat binnen een parkzicht en we gaan even kijken wat ze ons te vertellen hebben. We zijn nu in een parkzicht en Huub staat naast mij en hij is van Bokdijk. En vanavond is het de seizoenafsluiting. De seizoenafsluiting van het seizoen 2017. 2017. Ja. Dit jaar, ja heel triest, maar... zonder bijen, een jaar lang zonder bijen, diverse dingen georganiseerd. Ja. En hoe is het gegaan eigenlijk? In het begin moeizaam. Het was heel erg wennen zonder bijen, want bijen die was de man die eigenlijk alles wilde regelen. Maar we hebben de taken goed verdeeld. En het ging in de loop van het seizoen eigenlijk steeds makkelijker. En steeds beter ook. En als je terugkijkt over dit jaar, zijn jullie tevreden of willen jullie nog meer? Nou, nog meer misschien niet, maar wel een paar andere dingen erbij. Ook iets voor een jeugd bijvoorbeeld, waar we nou niks voor doen. De groep van 25 jaar en ouder bijvoorbeeld, tot een jaar of 40. Daar willen we ook iets voor organiseren. Deze avond staan onder andere een teken van donateurs, heb ik begrepen. Ja, donateurs, de Friends of Bokdijk. Ja, de Friends of Bokdijk. Ja. Die mogen gratis binnenkomen en de rest... En waarom is dat de reden ervoor? Of is dat een soort bedankje van dat ze een hele jaar... Ja, jullie... min of meer wel. Min of meer wel. Wij lokken die Friends of Bokdijk ook met het verhaal van jullie mogen op onze donateursavond mogen jullie gratis naar binnen. Dus het is ook een beetje een lokkertje eigenlijk. Oké. Okay. En wat kunnen de mensen vanavond hier verwachten? Een geweldige band. Ja, een band die eigenlijk alle stijlen beheerst. Die medley speelt, daar zit hardrock in, daar zit pop in, daar zit zelfs klassiek in, daar zit Nederlandstalig in. Speelt alles dwars door elkaar heen en ook achter elkaar door. Wat ik ook begrepen heb, jullie springen eigenlijk om vrienden van Bokdijk eigenlijk. Ja, ja, die hebben we gewoon veel te weinig. We hebben er iets van 130 of 140 geloof ik. Het loopt wel heel langzaam op, maar het loopt veel te langzaam op eigenlijk. We zouden er eigenlijk minstens 500 moeten hebben. Nou, dan is de vraag, hè, dat vraagt iedereen, wat kost dat en wat krijgen de Bokdijkvrienden van jullie terug? De Bokdijkvrienden van ons die krijgen in principe dus deze avond terug. Ze betalen voor een heel jaar 35 euro.
En ja, en ze hebben overal gratis toegang, maar dat hebben andere mensen natuurlijk ook. Maar ja, je moet het ook een beetje donateurschap zien. Hè? Dus wij kunnen er niet voor 35 euro aan teruggeven, want dan hebben we er nog niks aan over. Oké, maar ze zijn belangrijk. Ja, ze zijn voor ons een van de grootste sponsoren. Ja. Dus we hebben een aantal bedrijven die ons geweldig sponsoren, maar de Friends of Blokdijk, dat is in principe naast de gemeente en zo bijna de grootste sponsor. Ik wens je een prettige avond, een leuke avond. Dankjewel. En nou ja, we zingen toch wel een jaar, al we zingen ja, kan dat wel weer in de zomerperiode. We gaan zonder meer door. Oké, okay. Dus. Hey, veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Goedenavond, nogmaals. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Heel lang geleden hebben wij hier gespeeld. Het is echt heel lang geleden. Het is gewoon weer geweldig om weer een keer hier op deze buren te staan. En we hopen dat het vanavond een geweldige party wordt. Wij doen ons best. Oké, het volgende is voor de oude rockers onder ons. Dat is het nummer van Bad Company. I can't get enough. Alright! Yeah.